Ik ga beginnen met meten. Meting 1 loopt. We zijn hier in de windtunnel in Delft. Zijn we onze tijdritposities aan het optimaliseren eigenlijk. We proberen verschillende de standen uit op de fiets en zodoende de beste positie voor de koersen te krijgen, voor de tijdritten. Wielrennen en wetenschap. We zijn in het mekka van de techniek, de TU in Delft, waar Sander Oostlander druk bezig is met meten. Het doel is deze test herhalen op de wielerbaan en dan met een SRM het vermogen meten. En die resultaten ga ik met elkaar vergelijken om te kijken of je aerodynamica onderzoek bij wielrenners beter kan doen in de windtunnel of op de wielerbaan. En ook kijken wat ze verschillen. Ik denk dat ze beide noodzakelijk zijn, dat ze elkaar aanvullen op bepaalde punten. En daar probeer ik objectief met getallen een antwoord voor te geven. De windtunnel dus, of de baan, of beide. Een onderzoek wat tijdswinst moet opleveren in de tijdritten. Bijvoorbeeld voor Maarten Cialinghi. Vorig jaar nog knap 8e in de afsluitende tijdrit van de Tour de France. Maarten, hoe zit je? Prima. Ik kan uren blijven zitten. Nee. Wat ben je nou precies aan het doen? Ja, dit is mijn normale tijdritpositie. We gaan kijken of dat aerodynamisch is en hoe het nog beter kan. Wat verwacht je? Wordt het straks anders rijden voor je of zit je eigenlijk al perfect? Perfect is nou, zoals ik al zei, het is een samenhang, dus het gaat nooit helemaal perfect zijn aerodynamisch. Dus ik ga gewoon kijken hoe het nog beter kan en daar sta ik wel open voor. Meting loopt. Sander, ja. Je zei net de windtunnel gaat aan. Wat gaat er nu gebeuren? De windsnelheid in de windtunnel wordt opgevoerd tot 50 km per uur. En die kan ik op dit scherm zien. Daar kan ik de windtunnel mee bedienen. En als de windsnelheid goed constant is, ga ik 5 keer 30 seconden achter elkaar meten wat de kracht is die de wind uitoefent op Maarten en zijn fiets. En dat is eigenlijk daadwerkelijk de meting die ik nodig heb om die kracht te kunnen bepalen. Ja. Ook Steven Kruiswijk deed vandaag de test. Ja, je voelt op een gegeven moment gaat die sluis open, zeg maar, waar de wind vandaan komt. En dan voel je wel echt wat weerstand van de wind erop komen. En dat is op zich voelt eigenlijk hetzelfde aan als wij in de tijdrit hebben. Gewoon de weerstand van de wind zelf, de rijwind. En daardoor kan hij zien wat het doet met de posities, zeg maar. Waardoor de stroming van de wind beter wordt of juist slechter. En dan daar de positie aan aanpassen. Met Jos en al die anderen, omdat deze hoeken zijn net wat groter dan 90. En die zaten echt strak onder hun lijf. Vandaag dus de weerstand in de windtunnel die gemeten werd. Eind december volgt nog een meting op de baan. Als het goed is winnen we straks alle tijdritten met de Rabobankploeg. Ja, dat zou moeten kunnen.